Meneer Van de Put. Dank u, voorzitter. Ik zal mijn klok geleidelijk laten lopen met die van de voorgaande sprekers. Ik denk dat dat... Collega's, meneer Di Rupo, ik heb hier een blad bij van de Economic Outlook van de OESO, vorige week gepubliceerd. En daar zien we in dat België opnieuw op kop loopt, deze keer opnieuw, in de manier waarop dat ze deze crisis aanpakken. Het is te zeggen, ook OESO bevestigt nu hetgeen wat wij al zo lang zeggen, dat deze regering voor 70% probeert te saneren via nieuwe inkomsten en 30% via echte besparingen. Gelijktijdig zien we vandaag ook in de krant dat groeilanden verliezen concurrentiekracht. België verliest daar zomaar eventjes twee plaatsen opnieuw, specifiek omwille van de loonkost, omwille van de fiscale druk. Daarnaast zien we, ook vandaag gepubliceerd, de spread die België heeft voor wat betreft de loonkost ten overstaan van Europa, die alsmaar blijft toenemen en die ten overstaan van onze directe concurrenten nog sterker toeneemt. En dan komt Europa. Europa komt met een aantal aanbevelingen. Aanbevelingen die in essentie dezelfde zijn als die ze lang doen en die in essentie hetzelfde zijn als waar wij hier als NVH in dit parlement al lang om vragen. En wat is het antwoord van de PS? Het antwoord is te verwachten. De PS steekt de middenvinger op naar Europa. Het is niet meer dan een aanbeveling, zo verder. Ja, dan zeggen we, kijk, laat ons een keer kijken naar daar waar wij Vlamingen verwachten dat dan effectief wel reactie gaat komen op hetgeen wat dit land nodig heeft. Wij waren in volle verwachting, want Open VLD kondigde al meer dan een week aan dat zij hun groot relanceplan gingen lanceren. En inderdaad, gisteren hebben zij met veel bravoer in het Europees Parlement hun relanceplan gelanceerd. Dus te zeggen, ze hebben aangekondigd dat effectief de pensioenleeftijd misschien gekoppeld zou moeten worden aan de effectieve werkende tijd. En anderzijds dat de loonkosten alsjeblieft niet mogen stijgen. Dus liefst, alsjeblieft, vakbonden, in de tweede helft van dit jaar, als u gaat onderhandelen over die PA, laat ons dan alsjeblieft een beetje ruimte. We kunnen toch niet meer stijgen dan boven de index, waarmee dat ze impliciet natuurlijk zeggen daarmee dat de index, zoals verwacht, onaantastbaar is. In ieder geval, meneer Di Rupo, die hond zit al terug in zijn hok. En dan zien we aan de andere kant ook de partij CD&V, die er best de troepen vooruit stuurt om hier en daar wat besparingen te doen. Lezen we vandaag opnieuw in de krant. Meneer Boraert zegt, ja, we hebben aangekondigd, we hebben vroeger al gezegd, daar moet een mogelijkheid tot besparing zijn in het ambtenarenapparaat. Vandaag zien wij als grote kop in de tijd, minder ambtenaren is niet realistisch. Meneer Di Rupo, ik kom tot mijn vraag, voorzitter. Meneer Di Rupo, de barometers staan op zwaar weer. Ik heb hier vandaag al vragen horen stellen. Meneer Baklijn, die vraagt, wanneer gaat u met een tijdsplan komen voor het uitwerken van een relanceplan? Meneer De Waal, die neemt de afstand van zijn eigen plan van gisteren, die vraagt u, wat gaat u doen? Wel, ik vraag u, meneer Di Rupo, wanneer zien wij van u actie in verband met de relance? Gaat dit opnieuw hetzelfde zijn als we gewoon zijn, de socialistische, communistische recepten die u al altijd toepast, of gaat u effectief iets doen aan wat dit land nodig heeft? Versterking van onze competitie, versterking van onze concurrentiekracht. Meneer de Eerste Minister. Dank u, meneer de voorzitter. Beste collega's. De regering heeft gisteren kennis genomen van de 7 aanbevelingen in het kader van het Europese semester. Voor de goede informatie van het parlement zou ik aan het volgende willen herinneren. De Europese Commissie voert 2 types van onderzoek uit. Dat van de nationale hervormingsprogramma's en dat van de macro-economische on-
evenwichten. Wat de hervormingsprogramma's betreft, heeft iedere van de 27 lidstaten zijn aanbevelingen ontvangen. Wat de macro-economische onevenwichten betreft, heeft de Europese Commissie de 27 lidstaten in 3 categorieën onderverdeeld. Een eerste categorie van 11 landen die geen nauwere opvolking vereisen. Een tweede categorie van 4 landen die zich in een veel ernstigere toestand bevinden. Griekenland, Portugal, Ierland en Roemenië. En een derde categorie van 12 landen die een in-depth review hebben ondergaan, waaronder België. In tegenstelling tot de helft van deze 12 onderzochte landen worden de macro-economisch onevenwichten in België echter niet als ernstig of zeer ernstig beschouwd. De Europese Commissie erkent de inspanningen die de Belgische regering sinds zijn aantreden heeft geleverd en ze moedigt ons aan de besliste hervormingen volledig uit te voeren. Al is ze van mening dat er nog ruimte voor bijkomende inspanningen is. Deze namiddag komt er een technische werkgroep samen waarin de federale regering en de gemeenschap en gewesten zijn vertegenwoordigd. Die werkgroep zal deze aanbevelingen in detail analyseren en de reactie van België erop voorstellen. Deze opmerkingen zullen vervolgens binnen de regering worden besproken, alvorens ze in de komende dagen aan de commissie, aan de Europese Commissie, zullen worden overgemaakt. Beste collega, om in het bijzonder aan onze collega Patrick de Waal te antwoorden, zoals u weet, wil de regering eerst en vooral de begrotingsdiscipline respecteren. À cet égard, pour répondre à d'autres collègues, je me dois de leur dire que les chiffres de 780 millions qui ont été rapportés sont faux. L'administration vient de communiquer les chiffres exacts qui concernent notre budget et qui sont de 150 millions, c'est-à-dire un montant totalement intégré dans notre buffer budgétaire. België zal dit jaar het begrotingstekort beperken tot 2,8% van het BBP en in 2015 een begrotingsevenwicht bereiken. Om onze sociaal model te vrijwaren, heeft de regering sinds haar aantreden werken gemaakt van de structurele hervormingen van onder meer de pensioenen en de arbeidsmarkt. Om de competitiviteit van de ondernemingen te versterken, werkt de regering momenteel aan een relancebeleid. Een relancebeleid dat in dialoog met de sociaal partners en de regio's gevoerd zal worden. Le gouvernement, chers collègues, prendra évidemment en considération les recommandations de la Commission européenne. Il le fera dans le cadre de l'accord du gouvernement, en tenant compte des rapports récents
du bureau du plan et du rapport du Conseil central de l'économie. Le gouvernement tiendra également compte des conclusions de la démarche commune patron-syndicat, démarche commune des partenaires sociaux en faveur d'une stratégie de relance et de compétitivité. Beste collega's, om duidelijk te zijn, de prioriteit van de federale regering is om ten eerste de koopkracht van de burgers te vrijwaren. Ten tweede, de competitiviteit van onze ondernemingen en in het bijzonder onze KMO's te versterken. En ten derde, de overgang van onze economie naar een duurzame groeimodel te verzekeren. Nog belangrijker is de wil van de regering om in ons land het vertrouwen van de burgers en van de ondernemingen te vergroten. Het is in het bijzonder door het dynamisme van de bedrijven, de KMO's, de burgers en het middenveld dat we uit de crisis zullen geraken. Dank u wel. Meneer Van der Vliet. Ja, ik zou dit ook niet aanbrengen, maar meneer De Waal, u heeft ermee om gevraagd. Die jobkorting, dat was dat verhaal waarvan dat uw eigen minister Van Hengel zei dat dat stemmenkopen was en eigenlijk helemaal niet gewerkt heeft. Ik wil met u even en waar bovendien de grote leider Guy Verhofstadt 3 minuten, wel geteld, 3 minuten nodig had om hem zelf in de vuilbak te gooien. Dat was de jobkorting. Meneer De Waal. Nee. Ja. In elk geval als wij. Attendez. Oui, ben, monsieur le Premier ministre, je sais, le temps passe, mais je laisse la parole aux gens qui s'expriment. Si les autres laissaient parler monsieur Van der Put, ça serait fini depuis longtemps. Voilà, dus als ik eventjes uw gedachtegang verder trek en de besparing die daaruit voortkomt over een aantal jaren uitspreidt, dan stel ik vast dat deze regering dit land belast met bijkomend 40 miljard. Dat is een andere orde van grootte, denk ik, dan 750 miljoen. Meneer De Rupo, uw antwoord heeft mij. Meneer Van der Put voor zijn replieken. Uw antwoord heeft mij niet echt veel wijzer gemaakt. Ik heb alleen vastgesteld dat deze regering, zoals we dat al eerder gezien hebben, zich wentelt in een zekere zelfgenoegzaamheid. We zijn niet meer bij de slechtste, dus we zijn eigenlijk veel beter dan de rest. Nu, voor de rest van uw antwoord en mijn specifieke vraag, meneer De Rupo, stel ik vast dat u steeds opnieuw, en misschien is daar wel een echte besparing te doen, want dat verhaal hebben we nu al heel dikwijls gehoord, misschien is een andere tekstschrijver schrijven voor dat specifiek deel van uw antwoord wat elke week opnieuw komt, maar in elk geval, ik hoor u spreken over koopkracht, over competitiviteit en over een duurzaam groeimodel en de wil van deze regering om het vertrouwen van burgers en ondernemers te herstellen. Wel, ik zal u zeggen, meneer De Rupo, wat burgers en ondernemers in dit land nodig hebben om effectief vertrouwen terug te krijgen. De burgers en ondernemers van dit land, meneer De Rupo, hebben nood aan actie. Die hebben nood aan een visie die duidelijk maakt, die heel duidelijk maakt voor hun, dat ook in de toekomst zij die willen werken, ondernemen, sparen en bijdragen in het land, dat zij ook gesteund zullen worden en gewaardeerd worden voor hetgeen zij bijdragen. APPLAUS.